Please be seated. Ladies and gentlemen, a very warm welcome. I hereby open the combined public session of the examination committees of embedded systems and industrial and applied mathematics. It is a pleasure for me to welcome you and the candidates for this graduation event. We as a department are very proud of the fact that today a lot of students will receive the degree of Master of Science. We offer our students a rich variety of high-level courses given by excellent teachers, we hope. And we also challenge them with a challenging graduation project. These ingredients prepare our students very well for their future careers. Candidates, I sincerely hope that you have enjoyed our university and our educational program. The Examination Committee of Embedded Systems has assessed the work of the following candidate. I hope I pronounce it correctly. Uzgun Mert Yaltsinkaya. More or less, is Uzgun. Uzgun. Thank you. The Examination Committee of Industrial and Applied Mathematics has assessed the work of the following candidates: Thomas Bekenkamp, Leon Groot-Bruinderink, Wouter van der Heijden, Vio Limonen, and Omar Richardson. Ladies and gentlemen, candidates, Master of Science, you have all passed your examinations and will therefore be conferred your degrees of for the Master of Embedded Systems or Industrial and Applied Mathematics. This degree will entitle you to use the title Master of Science and Ingenieur. This was the opening, and I would now like to welcome the first professor to hand a diploma, being Dr. Professor Zafar Rifar. You're welcome. Hi, dear welcome. Congratulations with achieving your master's degree. I would like to give you directly your diploma. Congratulations. Thank you. It was about 1 year ago that we posted, in fact, two graduation projects on the website of the university. And you came with a colleague of yours, with a classmate of yours. You applied for these vacancies, and we had a discussion. And I found you to be a good candidate, especially seeing your good grades on your grades list. And you started, both of you started to work on the project in last year, February. In fact, we had a dual track project, so your classmate was supposed to work on the track that was specialized on algorithmic design for detecting a video object and also analyzing the motion. And for you, we had in mind to perform computational complexity analysis and factually also implementing a part of this work on a GPU. Unfortunately, the other student could not continue his project, and he could not deliver you the algorithm that you needed. But I was very happy to see that you took the initiative and worked out the missing part. So you actually did part of the project that the other student was supposed to do. And next to that, you also continued your work and successfully implemented your work on the GPU. So you finally finished everything plus extra work that we had in mind for someone else.
I was very happy to see that the project came to a good end. And in general, I found you to be capable of addressing all the technical aspects. And also, it was very nice that you could adapt to the new, to this new situation. And we had nice discussions, open discussions. And it was also nice to see that you were proactive in also reading research papers and digging into the technical, the theoretical background of your work. So also on a personal level, it was nice to see that we could have discussions outside the framework of our work. And also it was nice to see that you came later than I come to work. I come normally between 10 and 10:30, but you used to come normally around 11. So that was also nice to see that you can also come later. It's not a problem. And you finalized everything as we had in mind. So I would like to congratulate you one more time and wish you success in the future. Thanks. And for you. I would now like to invite Dr. Tim Hulshoff. Thomas. Oké, beste Thomas, van harte gefeliciteerd met je diploma. Echt een prachtig resultaat. Cum laude en honors. Ja. Honors en cum laude. Nou, kon slechter. Iets meer dan een jaar geleden kwam jij bij mij voor een honorsproject. En je wist al waar je dat over wilde doen. Je wilde dat doen over percolatie. Percolatie is op papier een ontzettend simpel model. Je kan het in een paar regels opschrijven. Wat het in principe is, is je neemt een netwerk en je beschadigt dat netwerk op een willekeurige manier. En dan is de vraag heel simpel, wat is er over? Maar dit model is in de jaren 50 bedacht. En sindsdien is één ding meer dan andere dingen duidelijk geworden. Percolatie is wiskundig gezien een ontzettend moeilijk probleem. Maar jij wilde percolatie doen, dus oké, dan doen we dat. Toch? Dan doen we dat. En ik gaf je een probleem waarvan ik dacht dat je dat misschien wel zou kunnen doen. En je ging ermee aan de slag. En al heel erg snel kwam jij met een oplossing. Je had het opgelost, het probleem was klaar. Maar toen, een dag of wat voordat je het eindverslag zou gaan inleveren, te stuurde je een mailtje, ik geloof dat het een mailtje was, en daarin gaf je aan van, het is fout. De oplossing klopt niet. Er was één technisch dingetje dat we allebei vanaf het begin af aan over het hoofd hadden gezien. En door dat ene kleine foutje kon het hele verhaal niet meer doorgaan. Dus dat was heel erg jammer. We konden er niks mee. En we hebben er echt uren over gepraat destijds. Van hoe gaan we hier nou toch nog wat uit halen? Maar uiteindelijk moesten we ons erbij neerleggen. Fout is fout. Het was niet te repareren. Dus wat ga je dan doen? Hè? Jij had op dat moment iets van 10 pagina's. Echt hartstikke mooie afleidingen. Hele intelligente, elegante methode had je op papier staan. Maar het gaf niet het antwoord op de vraag die ik je had gesteld. Nou, dan kan je natuurlijk dat hele verhaal in de prullenbak gooien. Maar één ding dat onderzoekers liever niet doen, is dingen weggooien. En dat is een les die ik jou ook wou leren. Dus we hebben er eens over na zitten denken. En uiteindelijk ging bij ons het lampje branden. Het was weliswaar niet het antwoord op de vraag die ik je had gesteld. Maar het was wel één stap in de richting naar een andere vraag. Een veel mooiere vraag. En jij hebt voor je masterscriptie de andere stappen in de richting naar dat antwoord genomen. En dat is wel gelukt. Wat jij in je masterscriptie hebt gedaan, is je hebt symmetrische percolatiemodellen bekeken op symmetrische roosters, oneindige roosters. En je hebt dat gedaan in ongeveer
de hoogst mogelijke generaliteit. Een leek zal misschien niet weten hoeveel roosters er nou precies bestaan. Nou, je hebt het vierkante rooster, het driehoeksrooster, maar hier in de bibliotheek bij het Metaforum staan hele kasten vol met boeken alleen over oneindige roosters. Er is nog veel meer en voor vrijwel al die roosters heb jij bewezen dat als je er percolatie op doet, dan gebeurt dat altijd op dezelfde manier. Je beschadigt het tot op een bepaalde mate van schade is behaald en dan valt in één klap het hele rooster uit elkaar in hele kleine stukjes. En dat is een prachtig resultaat. Jouw resultaat is het meest algemene resultaat dat in de literatuur bestaat, hè, van dit type. We zijn bezig om daar een artikel over te schrijven. En je resultaat is ontzettend kort. En kort is goed. 8 pagina's in totaal voor dit bewijs. En het werkt voor nagenoeg elk rooster dat je kan bedenken. Dus dat is een fantastisch resultaat. En nou wil jij meer? Dat werk is klaar, maar je wil meer. Dus je bent aan het solliciteren voor een PhD-positie. Ik heb er alle vertrouwen in dat je dat gaat lukken. En dat we nog lang collega's van elkaar zullen zijn. En dat we hopelijk in de toekomst nog samen zullen werken. Maar dit diploma is een mijlpaal. En laat me dus nog één keer afsluiten met mijn felicitaties. Je hebt een diploma gehaald, cum laude, honors. Het is fantastisch, je hebt het verdiend. Wees er trots op, Thomas. Dank je wel, Tim. I would now like to invite professor Tanja Lange. Right. So, Leon, congratulations. Here's your certificate. So, when I first met Leon was in my crypto class, and I didn't really notice you until the exam, but then there was this guy who managed to finish early and, well, do some computations faster than anybody else I'd seen, and I think he was holding back until exactly after he passed the exam with a really great mark to contact me and say, maybe I'd like to do crypto. And he actually found himself a company. He was going with ING to do his diploma there, or his master thesis there. And then the question was, what would a bank be interested in that also a cryptographer is interested in? How can we put enough mathematics into the subject to make everybody happy? And so the idea is that, well, banks need security, banks need cryptography, and one of the topics we're working on and where we dragged Leon to work into is the topic of post-quantum cryptography, which is an area of cryptography which is studying like long-term security, not just attacks by current computers, but considering how long stuff has to be secure. Your bank has to keep your data secret for 20, 30 years, and by then there will be progress in computation. In particular, there might be progress so far that quantum computers exist. And so what Leon ended up working on is studying systems that would resist even attacks by quantum computers. Now, in the end, he actually ended up on the attack side, not on the constructive side. He ended up studying one particular crypto system which has been proposed for such a situation in order to sign electronically. So this is something, electronic signatures, you see that you're very sure you're contacting your bank or your passport is really your passport. And so he was studying one of those signature schemes against a real world attacker, against somebody who is sitting there on the same computer or close by and gets an idea of how long it takes you to do the computation. So this person is not just trying to play the fair game of mathematics. This person is taking every little bit of information he or she can get and tries to get information out of this. And so what Leon ended up doing was sitting at ING for part of his time, sitting at Eindhoven for part of his time. I should also acknowledge Andreas Hösing, who is in the audience and was so kind to take over the second supervisor role here at Eindhoven. And so Leon managed to show that with this, what we call side channel information, this, well, what a very big-eared eavesdropper is going to hear, with this information, it is enough to not just fake a signature, but to get a mechanism to fake every signature, to totally get all the secrets out of it. And, well, there you see there's a lot of mathematics involved. There's some of the
some of the snooping involved now. We're not the snoopers, so after he finished with his master thesis, he defended and got the thesis cum laude. We also involved another researcher from Australia who is better at this snooping, and we currently have a paper submitted on it, and, well, Leon has presented on it already. And I was always going like, yes, this guy has what it takes to be a scientist. I really want him to continue doing a PhD. And he was like, yeah, I don't know. And, well, I'll just go for some company. And I was so happy at some point, well, it took to get him to become a PhD student. And I'm very happy that he's now in our group as a PhD student. What it took was to take him into a summer school, to show him that actually the work as a scientist, yes, you never can switch off. You always keep thinking. But you can be thinking in really nice places. You can be thinking at a beach in Croatia. You can be thinking with all those cool places, people you meet at there. And, well, I hope that for his future career, he continues to enjoy thinking. Now, I find it pretty funny that, well, our gift to our PhD student is this tilted thing. And Leon's thesis is full of pictures of these tilted things because he ended up studying lattices. So it's my particular pleasure to hand this over to you, because now if you ever need to explain what a lattice is, you have a very suitable thing. Congratulations. Thank you. Thank you, Tanja. I would now like to invite Professor Johan van Leeuwarden. Nou, gefeliciteerd. Met je diploma, het zijn er twee, daar kom ik zo meteen op terug. Ik ga ook voor het Nederlands, het blijft een moeilijke afweging, dus ik hoop dat iedereen het kan volgen. Anders, ja, het is een keuze tussen twee kwalen. Wouter, in september 2015 ben je begonnen met je afstuderen op een project dat, gewoon was bedacht door mij en een hoogleraar in Tilburg, Dick den Hertog. Dick, hij is niet hier vandaag, maar hij is wel betrokken geweest bij de begeleiding. Hij is een expert in optimalisering. En ons idee was om jou vrij speculatief te laten werken aan iets wat we noemen robuuste optimalisering. Nou, wat is dat? Een voorbeeld erbij nemen, denk aan een optimaal rooster maken voor de treinen in Nederland. Dat zijn mensen die daaraan werken. Dat zit in de hoek van de discrete wiskunde. Dat zit ik bijvoorbeeld niet in. Dat rooster is waarschijnlijk optimaal als er niets onverwachts gebeurt. Maar zoals we allemaal weten gebeuren er wel eens dingen, hè, met treinen. Ze komen te laat of er vallen blaadjes op de rails. De vraag is dan, als je die calamiteiten meeneemt in je model, of onverwachte omstandigheden, leidt dat dan tot een ander optimaal rooster? Dus dat is een voorbeeld. We hebben aan hele andere toepassingen gewerkt. Maar dat was het idee. En in oktober 2015, net nadat je gestart was, was er ook een workshop, hè, hier in Eindhoven, waarin heel veel internationale onderzoekers kwamen om te spreken over dit gebied. En dat was best fascinerend, want je zag twee werelden. De mensen uit de optimalisering en de mensen uit de kansrekening, de hoek waar ik zelf in actief ben. En waar jij in feite ook iets mee wilde doen met je afstuderen. En dat, denk ik, gelukt. Maar het bouwen van die brug was dus vrij spannend. Ik heb hier opgeschreven dat problemen waren waar je aan ging werken die vrij exotisch waren. Wat ik daarmee bedoel is dat eigenlijk nog niemand daarnaar had gekeken. Dus dat is vaak wat riskant, hè, bij een afstudeerwerk. En je bent erin geslaagd om nieuwe resultaten te boeken voor twee van dat soort problemen. Bij een van die problemen generaliseer je een heel bekend probleem uit de wiskunde. Iets wat we noemen het capacity allocation problem. En dat is bedacht door Leonard Kleinrock. Hij is nu al wat ouder, maar nog steeds hoogleraar aan MIT. En volgens velen is hij een van de bedenkers of uitvinders van het internet. Dat probleem stamt dus al uit de jaren 70. En hij laat aan de hand van dat probleem zien hoe je op een optimale manier de capaciteit van het internet kunt verdelen. Nou, wat jij hebt gedaan, je hebt daar een robuuste versie van geformuleerd, waarbij je ook rekening houdt met, ja, onverwachte of onvoorziene gedragingen van ons, als wij het internet gebruiken en dus data willen versturen over dat internet. Nou, dat neem je mee, dat leidt tot een nieuwe, robuuste, optimaal punt.
En dat is een wonderschoon resultaat dat publicatie waardig is. Nou, naast dat probleem heb je ook gewerkt aan een probleem van David Goldberg. David is een collega van mij uit Georgia Tech. Hij was dus ook op die workshop in oktober hier. Was interessant, de botsing van stijlen en karakters. Jij en David, het is jammer dat hij hier niet is, hè, maar David is op en top Amerikaan. Als hij mij probeert te e-mailen, dan moet hij het vaak 3 keer proberen, want hij komt niet door mijn spamfilter. Ja, dus hele outspoken views en opinions. En jij bent zeer bescheiden en heel feitelijk ingesteld. Ook ben je heel precies en weet je zaken heel helder te verwoorden. En ik heb je bij meerdere vakken meegemaakt hier op de TU. En zelfs de moeilijkste wiskundige dingen weet je in eenvoudige bewoordingen uit te leggen. Dus zou je zeggen, een geweldige docent in de dop. En ik denk dus ook dat je een goede docent bent. Je bent een van de mensen van jouw lichting die een dubbele master heeft gedaan. Dus ook de lerarenopleiding. Betekent dat je een jaar in beeld was, toen een jaar verdwenen bent en toen weer teruggekomen bent om hier je afstuderen te doen. En dat is ook fantastisch gegaan. Dat verklaart overigens de bloemen. Laat ik die meteen geven. Omdat je dus de lerarenopleiding hebt afgerond, krijg je niet alleen de bloemen voor, maar ook een eerste graads bevoegdheid. En ik zou zeggen, meer mensen zouden dat moeten doen. Dus daarmee al van harte. Dat is al een applaus waardig. Martijn Antonis en Hans Sterk, daar heb je met name mee gewerkt, hè, bij die lerarenopleiding. Ze hebben me nog wat dingen laten weten. Je werd bij de diverse vakken vakdidactiek altijd heel hoog beoordeeld, hoge kwaliteit, zeer verzorgd, tot in detail doordacht. Je voorzichtige aard zorgde ervoor dat je moest wennen toen je eenmaal voor de klas stond. En ja, lesgeven op de universiteit, beste mensen, is soms al uitdagend, maar het is werkelijk niets vergeleken met lesgeven aan middelbare scholieren. En daar komen ook hele andere dingen bij kijken, maar je hebt dat doorstaan, je bent er ook beter in geworden. En ook heb je nieuw materiaal ontwikkeld om leerlingen beter voor te bereiden op de rekentoets. En we hebben tijdens het afstuderen nog wel even gehad over dit soort aspecten, omdat ook mij dat aan het hart gaat. Leerlingen in het middelbaar onderwijs voorlichten en laten zien hoe mooi wetenschap is. Maar misschien dat we daar nog een keer over kunnen sparren, want daar ging het niet over bij jouw afstuderen. Dat ging over jouw hele mooie resultaten voor robuust optimaliseren. Tot slot, ik denk dat je een voorbeeldstudent bent. Prachtig dat je je wiskundediploma vandaag ontvangt met het predicaat cum laude. En de laatste keer dat ik je sprak had je een aanbieding op zak van een bedrijf. Heb je dat geaccepteerd? Ja. Bij dat bedrijf? Bij ASML? Geweldig. Dat is een prachtig bedrijf. En ik weet zeker dat je heel veel goede dingen gaat doen. Prachtige toekomst die voor je ligt. Ik wens je alle goeds. Dan krijg je dit nog van mij en nog 1 keer een applaus. Dankjewel, Johan. I will be back. Violi, welkom. Violi, dames en heren, heeft haar afstudeerwerk bij ASML gedaan. En ik wil je daar, voor ik het vergeet, nu direct je diploma voor overhandigen. Yes. Het zijn er 2, net als bij Wouter. En ik zal het ook zo dadelijk toelichten. Het eerste is voor je afstudeerwerk bij wiskunde, bij ASML uitgevoerd, onder begeleiding van mijn collega Jos Maubach en een expert van ASML, Irwan Setia. Beide kunnen hier helaas niet aanwezig zijn. Jos is op vakantie en Setia is ook op reis, heb ik begrepen. Maar ze hebben mij voorzien van de nodige omschrijvingen, Violi, en dat wil ik graag toelichten. Ik ga lezen uit een brief die ik vanmorgen heb ontvangen van Irwan Setia, jouw begeleider bij ASML. Je hebt je afstudeerwerk gedaan op een numerieke simulatie, een computersimulatie van een vrije elektronlaser. Irwan schrijft, Violi heeft in haar pubertijd meegedaan aan het programma Puberruil. Dat is een persoonlijke ontboezeming. Maar zij heeft geruild met een Servisch meisje uit Belgrado. En dat vindt Irwan heel karakteristiek. Dat karakteriseert jouw avontuurlijkheid. En dat herken ik ook. Dat weet hij wellicht niet. Maar jij bent ook in India geweest samen met Marco, volgens mij, die hier ook is. Lange tijd voor een stage, ver weg.
Heel moedig ook. Onder niet altijd gemakkelijke omstandigheden, denk ik. Wel, Irwan die ziet die avontuurlijkheid ook terug in jouw afstuderen bij ASML. Dat vond hij een hele avontuurlijke, moedige stap. En dat bevestig ik. Irwan schrijft, je hebt al gemerkt dat ik erg over haar te spreken was. Een slimme meid die snel nieuwe dingen oppikt, erg zelfstandig werkt en zich niet uit het veld laat slaan als iets niet loopt zoals verwacht. Hij noemt jou gedreven en praktisch. Verder was je ook gezellig in de groep. Wat mij verder nog is bijgebleven, schrijft Irwan, uit de gesprekjes met haar, is dat ze enorm praktisch is in het uitzoeken van wat ze wil. Ze heeft een streepjeslijst. Alles wat ze interessant vindt, zet ze op die lijst en gaat ze gewoon doen. En als ze het niks vindt, dan streept ze het door. Natuurlijk, schrijft Irwan, kon ik de verleiding niet weerstaan om te vragen of ASML ook op dat lijstje stond en of het al was doorgestreept. Maar het staat op dat lijstje, maar je hebt het nog niet doorgestreept. Iets anders echter stond hoger op je lijst. Samenvattend schrijft Irwan, een slimme meid die opvalt door doortastendheid, die graag met mensen omgaat, dat herken ik, maar ook erg houdt van zich in een uitdagend probleem vastbijten en dat probleem ook echt proberen op te lossen. Irwan schrijft dat je nu hebt gekozen voor het eerste, blijkbaar, met mensen omgaan. Ik weet niet, ja. Ik heb nog niks gekozen. Je hebt nog niet gekozen? Ik ben er. Komt hij daarbij? Maar het tweede talent, dat je vastbijt in een probleem en het oplossen, dat herkent hij ook heel duidelijk. En hij is er zeker van dat je dat ook nog verder gaat ontwikkelen. Ik wil jou alvast het cadeau overhandigen, Violie, dat hoort bij, ik denk, bij de wiskundeopleiding. Ja. Van harte gefeliciteerd. Dank je wel. Blijf staan. Blijf staan. We zijn nog niet klaar. Violie krijgt evenals Wouter twee diploma's. Het tweede diploma is net als dat van Wouter ook voor de lerarenopleiding, de Eindhoven School of Education. Je hebt daar de Master Science Education and Communication gedaan. En dat diploma dat zit ook in het mapje. Ik heb het gecontroleerd. En voor hoe je dat daar hebt gedaan, heb ik Hans Sterk geconsulteerd. En die heeft mij ook een briefje geschreven dat ik nu compact, dat was een lange brief, ga voorlezen. Hij schrijft, Hans, in haar opleiding Science, Education and Communication heeft Violie stage gelopen op het college in Weert. Het college in Weert. Een stage die prima is verlopen. Je hebt er het cijfer 9 voor ontvangen. Hij schrijft, Hans, Violie is een echte doener die gemakkelijk communiceert en gemakkelijk op eigen wijze een taak uitvoert. Om haar hoef je je geen zorgen te maken. En dat herken ik. In je opleiding, in haar opleiding, schrijft Hans, toonde ze zich verder ook een echte doener. Liever een les uitvoeren dan hem in detail beschrijven. Lange documenten hoefde ik van haar niet te verwachten bij vakdidactiek. Ook haar afstudeerproject bij de Eindhoven School of Education was een doekproject, samen met Kevin ten Braak. En in dat project werden twee soorten lessen ingericht en uitgevoerd op twee scholen. Nu technisch, de ene soort meer gericht op relationeel begrip en de andere meer gericht op instrumenteel begrip. Ook hier een prima resultaat, het cijfer 9. Dat diploma, Violie, dat wil ik je nog zeggen. Er is een niet-stoffelijk blijk van waarderen ook voor het diploma, voor het werk dat je bij de Eindhoven School of Education hebt gedaan. Je krijgt het cum laude. Het is een cum laude diploma. En dat verdient een applausje, denk ik. En een bos bloem, alsjeblieft. Gaat het? Ja. Oké. Okay. Dankjewel. Omar. The last candidate for today. I switched to English now, so Dutch and English. Omar, you did your master work with Adrian Muntian. And more people were involved. Yes. Who? Where? I was not involved at all, so I'm replacing Adrian Muntian. I will explain why. André Jalba. Okay. Okay. Yeah. Marco Boon, colleague of Johan. It's about crowd dynamics, the movement of large groups of people, individuals, in big shops or in sports centers, whatsoever. Eindhoven railway station during rush hours. Very important in case of calamities.
Adrian, he wrote me a letter about how you did the work. Before I will read the letter, I will also hand you over your diploma. And now I must check, but I... Yes. Did I do it correctly? Yes. And the diploma is also cum laude. Adrian, he has written me, in fact, two letters, a kind of essay about science. I will not read that. I printed Adrian's letter, and here it is. So you can study the essay, but I will read the personal part. And the personal part starts with, Dear Omar. Dear Omar, your family can be proud, and it can be really proud because your diploma is cum laude. Your diploma, Master of Science in Industrial and Applied Mathematics of our Department of Mathematics and Computer Science. Adrian writes, you close now a stage in your life. You are no longer a student anymore. As your graduation thesis is concerned, you carefully looked into the complexity of the motion of crowds of humans, and you developed your own simulation software for this. It has the name the Mercurial, isn't that? You can numerically simulate, that is, computer simulates, in a very efficient way, the effect of obstacles on the motion of large crowds of people, shopping at, for instance, IKEA on Saturdays or Sundays, say. Furthermore, together with me, that is Adrian, and a collaborator from the UK, 2 weeks ago, you submitted a paper for publication in the International European Journal of Physics. That's very ambitious. Last but not least, you're invited to become a PhD student in the applied mathematics group of Adrian in Sweden. Adrian is not here because he has recently moved from our group to a university in Sweden, the Institutionen für Mathematik och Datawetenskap of Karlstad Universiteit in Sweden. So Adrian likes to have you with you again, I understand. He has an activity for you for the coming 5 years on Swedish territory at Karlstad University. And it would be an opportunity and challenge for you, he writes, to further develop you as a scientist and as a human being. The choice is yours, he writes. Adrian wishes you good luck with all your endeavors, and that you will take on your route in life. And he writes, I am certain that you can succeed in whatever you really wish. I have a lot of confidence in you. I close now this letter, sending you and your family my best regards and a good day to everybody. Best wishes, Adrian Muntian. And then this is still yours, Owen. Ladies and gentlemen, I should now like to give the floor to Tim Melis, chairman of Study Association GWIS. Dear ladies and gentlemen, graduates, family, parents, friends, and other attendees. Let me start with introducing myself shortly. My name is Tim Melis, and I'm chairman of the Study Association GWIS this year. It's the Study Association for Mathematics and Computer Science. Today's an important day. It's an important day to you guys, since today you got your diplomas. Today is an important day for your families, for you over there, because your relative or your friend got their diploma. But today was also an important day in history. Because today, only 16 years ago, the company New Economy went to the stock market, and this earned Maurice de Hond, which you probably all know, 65 million euros. It's not therefore that this is an important day in history, though. The company started at the end of the 20th century, so that is around 1998.
And the goal of this company was, and I got to read that, the venture, it was based on the venture capital philosophy, which involved both attracting and investing money in companies. And this is an American philosophy, but different from this American philosophy. New economy invested money in Dutch companies, and while doing this, they never invested in two companies of which were very much alike. No, they were always different companies, and therefore it created a network. And this network, all the companies in this network were able to help each other and to support each other. And in this way, an economic network of prominent internet companies was built. And because of the internet hype that is up here at the very moment, New Economy had no problems in finding investors, and it placed itself in the middle of this entire big network. And it stimulated the mutual contact between all these companies and to transfer knowledge. Well, some time ago, this company was renamed and it was sold in the meantime, but that's not too relevant for now. Why am I telling you this? I'm telling you this because New Economy has shown that mathematics and computer science are still very hot topics. And can we perhaps see ourselves as the middle of this gigantic world that we live in? It has also shown that mathematics and computer science are still very much needed in this world. And perhaps when you start working in an interdisciplinary environment, the network that New Economy has created, can you perhaps be the middle of that network as a computer scientist or a mathematician? And maybe it's a great idea to combine both your knowledge and the knowledge of the people around you, and together you can achieve these beautiful results. So stay in contact with others, communicate with others, and share your ideas, and this way you can enjoy all the knowledge that is around you and keep improving yourself and getting to the place that you want to get. Concluding, it's a great achievement that you've received today. You became graduates, and something that not only you can be proud of. And I was in Tilburg a few months ago, and a professor up there told me, well, he didn't tell me, but he told the graduates up there, that they can be unashamedly proud of themselves. And I'd like to cite him and tell you that you can be unashamedly proud of yourself. So please be so. And not only you, but also family, friends, your teachers, be proud of yourself. And I am, in name of Gewiste Study Association, very proud of you too. And for some of you up here, Gewiste has been some sort of a second home, a place where you could also always enter, always where you could always be around. And please let this be an invitation for Gewiste to stay that second home that it has always been for you guys. And you're always very welcome to enter and enjoy your drink. The last thing I'm telling you is congratulating you again, and may this only be the start for the rest of your lives, and let you be the middle of the network that you are going to build and the achievement that you are going to reach. Thank you very much. Dankjewel, Tim. Ladies and gentlemen, masters of science, with reference to the words of the previous speakers and on behalf of the Department of Mathematics and Computer Science, the Department of Electrical Engineering, and the Eindhoven School of Education, I would like to congratulate you all and your families with your degrees. I wish you success in your future careers. Still some serious words now on behalf of the Eindhoven University of Technology. The scientific degree of Master of Science involves duties as well as rights. As a holder of this degree, you are committed to standards of scientific integrity, trustworthiness, intellectual honesty, openness, and independence. These standards are described in more detail in the Netherlands Code of Conduct for Scientific Practice and in the Eindhoven Code derived from it. You also have duties towards society. You must be clear about the boundaries of your own expertise.
and you must communicate honestly and independently about the results of your work, including potential risks associated with it. You are committed also to the ethical codes for research and design involving human subjects or animals. Thank you. Then I still have a request. The university, Eindhoven University of Technology, very much likes to keep in contact with its graduates. We ask you therefore to register in the alumni net and to become a member of one of our alumni associations. More detailed information about this membership can be found in the folder, I think, that you all received. Ladies and gentlemen, outside this room, you will have the chance to congratulate the Masters of Science within a few minutes. I thank you all for your presence here today, particularly those who came from far. The public session of the examination committee now here is closed. I continue with the informal part. I ask you, dear candidates, to make a line over here, to line up, to stand up and to form a line. Yeah, so. Then you will be congratulated by the supervisors who just handed you your diploma. And then after that, we will all leave through that door over there together with the beetle, where some nice photographs will be taken, I hope. And you, as the audience, you are requested after the graduates and the supervisors have left over there. You are asked, we are requested to leave the lecture hall through that door over there. But we will meet again. So after the photographs have been taken, we will come to you. So please be patient. So I request now the supervisors to join me to congratulate our young masters.